zij die het niet beseffen, ja, het is jammer, maar de wereldsituatie spreekt voor zich. En het valt misschien onder de categorie impopulaire maatregelen. Het zijn geen impopulaire maatregelen. Het zijn maatregelen die we moeten nemen om de economie te redden. We zijn onvoldoende ons bewust van wat er gaande is. En, maar het is toch wel goed. En ik denk dat de jongeren daarbij wel de ouderen zouden moeten helpen. Gaat u maar naar het net en kijk wat gebeurd is met onze grote broer hierachter. Op het ogenblik de 6e grote economie in de wereld. En zwaar gedowngrade, Brazil heeft grote problemen. We hebben laatst gesproken over Chili, we hebben gesproken over Ecuador, we hebben gesproken over Canada. De zaak verandert niet. De commodityprijzen blijven dalen. Gisteren is de aluinaardeprijs met $120 gedaald. En wij leven maar als koning in Frankrijk en we denken we gaan iets doen. We gaan de maatregelen moeten nemen. Wat je kunt doen is een harmonisch model en zaken afstemmen zodat je de zaak kunt spreiden. Er zijn meningen. Neem direct een aantal zware maatregelen. Want over anderhalf tot twee jaar zal de zaak zich wijzigen. Anderen zeggen, laten we langzaam aan, maar wel een periode aangeven hoe lang we moeten de maatregelen nemen. Het is geen kwestie van impopulaire maatregelen. Het is de conjunctuur van de wereld samengevallen met onze eigen omstandigheden. Ik bedoel, we moeten beseffen met z'n allen dat het een noodzaak is. Het is geen, we moeten een impopulaire maatregel treffen. We moeten de economie redden om betere tijden af te wachten, maximaal twee jaar. De kritiek ligt bij de manier waarop het is gebeurd. De doorvoering, overnight, zoals de kritiek dat aangeeft. Er is niet doorgecommuniceerd terwijl dat vooraf is aangegeven, ook in Febverband. Er is één en twee. Hoe gaat u om, hoe serieus neemt u het signaal van uw coalitie, van de coalitie, die zelf ook aangeeft van zaken moeten toch wel bijgestuurd worden? Ik kan meegaan dat u zegt, u hebt het onvoldoende uitgediept. Voor zorg is maar ernst was aan. Dan zeg ik, oké, akkoord, mea culpa. Mea culpa, mea maxima culpa. We hebben ook gehoord dat anderen het hebben gebagatelliseerd. Van, wat voor wereldcrisis, er is niks aan de hand, de man komt weer een verhaal vertellen. Maar je hebt natuurlijk allerlei mensen die niet helemaal zuiver zijn. En wij gaan gewoon door met het werk. Je hebt natuurlijk groeperingen die proberen altijd zaken in een negatief licht te brengen. En daar gebruiken ze vaak de media voor. Vandaag heb ik begrepen dat een geweldig bericht BEP nu uitgenodigd. Dan is het Boutersen, zet zijn dochter, probeert met altijd een ondertoon. Die persoon die dat stuk geschreven heeft, laat hij 1 minuut met mij komen zitten op Bacanator. 1 minuut moet hij maar komen om met me te zitten. Dan ga ik hem plaatsen tegenover mijn dochter. Dan houdt hij voor de rest van zijn leven zijn mond. Dan is zijn kinderen zijn bezig in Parijs, weet ik veel, Louis Vuitton. Dan wil ik zeggen, er zijn drie families daar. Drie families. En ik wens wel dat 10% van onze mensen 20% zo hard werkt als die mensen die daar waren. En mijn dochter die ook werkt, is meegegaan met de familie. Maar het is altijd een ondertoon van negativiteit. Kunt u ons misschien helpen, want na 13,5 uur vergadering hebben we dat niet gehoord. Wat uiteindelijk de nationale besparingen zullen zijn na zoveel en natuurlijk inleveren. Want het volk gaat natuurlijk moeten inleveren. Ik hoop de mensen dat this government will lead by example also. Maar belangrijk is dus dat als er nationale besparingen zijn, als er extra inkomsten komen, moet het geld ergens opgepot worden. Wat gaat met het geld gebeuren? Want dat is niet duidelijk geworden gisteren in de assemblee. Nee, het is erger nog. Als we dat niet doen, betekent het dat we onze crashes niet gaan kunnen onderhouden. Als we het niet doen, betekent dat we de hospitalen kunnen problemen. Als we het niet doen, betekent dat eerste hulp gaat moeten sluiten. Als we dat niet doen, betekent dat we de sociaal maatschappelijke zwakkeren. Dus we gaan het moeten doen. Wat we moeten doen met de mensen, van kijk, deze extra inkomsten gaan daar naartoe, dat is belangrijk voor de mensen, daar naartoe waardoor ze zichtbaar kunnen zien hoe het besteed wordt. Daarnaast, neem aan dat gisteravond ook is aangegeven,
zal er een pot, om het in makkelijke termen te zeggen, er zal een pot gecreëerd moeten worden om zij die te zwaar getroffen zullen worden, om ergens een loophole te geven waar ze terecht kunnen. Ik denk dat die zaken allemaal aan de orde zijn gekomen. U zult ook zien de komende dagen. Ik ben heel weekend bezig geweest met de goudmaatschappijen, omdat ze in problemen zijn. Ze vragen om ondersteuning. Ik ben verder bezig geweest met de Alcoa, omdat ze in problemen zijn. Ze vragen ondersteuning. Op welke wijze? Dus wanneer u me niet ziet in de assemblee, en dan ook binnen Europa. Ik heb veel werk en verdient het werk een beetje. Abon, mensen, bedankt. Iedereen moet inleveren, regering. De assemblee heeft dat gedaan met 10%.